Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij vandaag een gloednieuwe video. En vandaag gaan we verboden lachen. We reageren op memes, maar dat is niet zo, het is nou verboden lachen. Okay, maar... We weten nog niet of het memes zijn. Nee, dat zou kunnen. Het zou gewoon een nieuwe missie... Nee, dat is niet leuk. Missie maar grappen in 2021 is wel heel slecht. En niet leuk meer. Nee, ik gooi niet mee met mijn publiek. Nee. Heb je een enge snor trouwens? Heb een snor? Ja, ja, jij hebt een enge snor, nou, man. Nou, de vrouw, ik zou ervan. Ja. Beetje schuren. Nou goed, u kent het allemaal wel. Vandaag gaan we niet lachen. Ken je het al? Ja, ik heb laatst eentje gezien met special guest. En wie was dat? Dat ga ik niet zeggen, want dan kijk ik moet even kijken wie special guest. Laten we gaan kijken, mensen, abonneer op mijn kanaal, want het is ongelooflijk, maar Rob gaat mij bijna inhalen. Je moet doen alsof ik corona net had gescoord. Echt? Ja, ik heb Rob gezien. Ja, maar ik ga dat niet doen, want ik heb dat niet. Oké, laten we maar gaan kijken, let's go. Ik heb een scheet gelaten. Meen je dit nou? Ruik je? Nee, hè? Je hebt corona. Prank! Wat heb ik weer? De sekswerkers. We doen hiermee iets heel spannends. Maar eerst wil ik dit zeggen. Al hun klanten. Wij allemaal dus. Ik ken deze al, dat is erg goed. Al maandenlang een hoge druk. Daarom wil ik vandaag met elke Nederlander die het water aan de lippen staat, de afspraak maken, namelijk de sekswerkers. Die we nu nemen, gratis. Voor ons allemaal. Hoe vaak dat kan, is aan de sekswerkers. Oh. Maar maximaal 6 keer per uur. Dus in timeslots van minimaal 10 minuten. Jongens, kom op! Doe even open! Ik wil gewoon even neuken! Snap je deze meme? Ja, nee, ik snap de meme. Maar ik weet niet hoe je aan snapscore komt. Elke snap die ik verstuurd of ontvangt is 1 punt. Maar ik kan toch ook gewoon veel vrienden hebben? Nee, nee, nee. Jongens, kom op! Doe open! Ik blijf hier net zo lang staan schrijven totdat jij open doet! Jongens! Jongens, ik wil met je neuken! Ja. Dit is, wat is het voor programma? Die Force. Ja, zeker. Hi. Hi. Oh, dat ging ook weer goed. Jij bent, hoe heet jij? Go. 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 Ik ben Susanne. Ah, jammer. Dat was ik leuk als zij op had gegeten. Go op. Oh, Rob. Maar dit is ook helemaal geen leuke grap. Rob, jongen. Is wel leuk. Go op. Had ze nou een naam gehad die echt komt? Sinus? Co-Sus? Ik weet het niet. Co-Sinus. Doe eens een woord met wat met... Oké, borden die met co begint. We gaan echt een goede grap verzinnen. Roemmees. Wat? Roemmees. Co-Mees. Zo kan ik er ook nog maar. Kook. Ja. Ik moest zeggen, Rob, je had gewoon hier geen grap op moeten maken. Want dit was gewoon onmogelijk. Ja, dat is gewoon de conclusie. Kijken ze dagen jullie uit. Hoe zou die vrouw kunnen heten dat het wel klopt in het grapje? Ja, het wel een leuke vat hoe is. Wat gebeurt hier? Hij gaat piano spelen. Wie? Thierry Baudet. Waarom lach je? Er is nog niks gebeurd. Dit is toch stapelgek? Oh. Het is stapelgek. Dit is stapelgek. Je hoort het helemaal niet. Even verdoofd. Fuck it, I'm hungry, bro. Let's see. Onze koelkast nu. Wil je even verhaal vertellen onze koelkast? Nee, dat ga ik niet doen. Nou, Mats is het hele tijd op te naaien. Kijk, wij ruimen misschien wat minst op in het huis. Nou, jij helemaal minste. Nou, ik ben wel chef koelkast. Maar wij hebben soms... Hebben we hebben gewoon zoveel troep in huis. En soms gaan we gewoon alles weggooien. En als je nooit iets weggooit, ook de koelkast, staat twee planken helemaal vol met random potjes. Ja, en sausjes. En die hebben nodig. Dus wij tieven alles gewoon weg. Maar het ding is, kijk, waarschijnlijk als Roel het schoonmaakt, heeft hij wel altijd van, ja, dit heb ik wel nog een keer nodig. Heb ik ook wel een keer nodig. Keertje. Ja. Eén keertje saus. Wij donderschalen alles weg. Maar je hebt dus net de olijven van Roel weggegooid. €2. Mensen, willen jullie €2 aan Roel doneren van nieuwe olijven? Ja, volgende stream, alsjeblieft, doneer €2 voor de olijven. Ja, doe maar. Doneer me even. Niet tegen een comment of zeg. Ja, 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 gewoon alleen €2 neer hier voor je olijven. Ja, dan denk je, huh? Deze heb ik gezien. Ja, dat is leuk, hè? Die cool voor man. Die box ook. Moeite zonder stress. Genoeg kippenkontjes ook op Schiphol. Deze kent hij niet, hè? Die filmt hij gewoon. Dat is zo... Hij zegt het ook niet zachtjes. Zeg het dan zachtjes. Hij voelt zich echt... Ja, dit kan echt niet. Voor de mensen die denken dat dit kan, dit kan niet. Niet. Kijk, klein tikje, maar... Nee. Mark. Hallo, dag. Zo, goedemiddag. Welkom, dag. Ja, een beetje aan de late kant. Bijna niet te komen hier, man. Nee, hebben jullie eventjes gewacht? We of, zijn al begonnen. U kunt daar... Hier? Ja. Hallo. Zo. Nou, hij is gauw niet te doen meer, man. Ja. Aan mijn pan. Majesteit, mag ik u verzoeken om krans te leggen? Ja,
Tuurlijk. Zeg maar, deze? Ja, meester. Oké. Ja, kom maar. Zakken, zakken. Wat moet ik doen dan? Wat zei je? Wat moet ik doen dan? What the hell? Yeah, in New York, concrete jungle where dreams are made of, there's nothing you can do, now you're in New York. Dit is Hanna van 10 jaar, ze houdt van videospelen. Soms zijn die simpele edits zo leuk. Eén ding zit daar dwars. Dat ze op vleersborden alleen maar mannen staan. Dit zijn van die dingen, wat boeit het nou? Dan moet je ga je de stoplichten veranderen. Al maak je er allemaal vrouwen van, boeit mij boeit het niet. Nee, mij boeit het ook niet. Wij zijn toch superieur. Wat zijn we? Wij zijn toch superieur, weet je toch niet? Ik zei het wel. Wat een leuk grapje. Ja, een leuk grapje. Zo mijn vriendin thuis al onder de duimpje zit ik. Onder de duimpje. What would you do if there was a child right in front of you? On camera stealing a package right off a front porch. There he goes. This video taking social media by storm tonight. Ik werd ooit een keer wakker, dan deed ik mijn ogen open en toen zag ik helemaal niks. En dat kwam omdat Myra met haar anus in mijn gezicht zat. Dat heb ik toch niet echt gezegd? Ik weet niet meer. Ik werd ooit een keer wakker, dan deed ik mijn ogen open en toen zag ik helemaal niks. En dat kwam omdat Myra met haar anus in mijn gezicht zat. Nou, klein knipje misschien. Klein knipje wellicht. Nou ja, welke hond zet ze auto nou zo asociaal neer, hé? Kun je er toch niet langs? Hey, zo zit je toch je auto niet neer? Dit is leuk, dit is erg leuk. What's that expensive item that you purchased that's 100% worth the money? Wat een leuke combinatie dit. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Nou, we hebben gelachen. Volgens mij heb ik weer verloren. Het scheelt niet veel. Mensen. Even bijkomen van deze quality. Dankjewel voor het kijken. De goed om. Paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest.